Goedemorgen vanuit Paramaribo. Vandaag is 29 september 2023. En we zitten hier, mijn collega en ik van Q-News, bij mevrouw Fort. Waarvan haar zoon, wiens zoon, Boyd, vorig jaar is overleden door een auto-ongeluk. Tenminste, hij is aangereden. Hij zou vandaag jarig zijn. Ja, wat zeg je in zo'n situatie? Mevrouw Boyer, mevrouw Fort, hoe oud zou uw zoon worden vandaag? Ja, zo'n 36 jaar oud. Oké. En we hebben gesproken erover en we hebben gezegd, we willen erbij stilstaan. Hij heeft geleefd en hij is helaas op een noodlottige wijze op een leven gekomen. Tijdens dat alles gebeurde, heeft u met de vader van de dader gesproken. En die heeft toezeggingen gedaan, ook aan u, en in de rechtbank ook de toezegging gedaan. We hebben net even gelezen dat de uitspraak is geweest dat hij een gevangenisstraf heeft gekregen van 20 maanden en een schadevergoeding moet betalen van 161 euro. 4 maanden. Een gevangenisstraf van 4 maanden. Een gevangenisstraf van 4 maanden met 20 maanden? Dat je net 20 maanden? Nee, hij moest. Dus de veroorzaker heeft een gevangenisstraf van 4 maanden gekregen. En 5 jaren mocht hij geen rijbewijs hebben. Mag hij dus nog steeds? Maar er staat dus aangegeven dus dat hij een schadevergoeding van 161.000 SRD zou moeten betalen. Heeft u gehoord aan wie die schadevergoeding betaald moet worden? Heeft u het antwoord? Ik heb niets, een bericht. U heeft helemaal niets? Ik vond het niets. Men heeft ons helemaal niets. Niet gecontact. U heeft dus ook toen ik naar de rechter moest gaan bij de rechter, waren ze ook vergeten om me te roepen. Toen ik het zag dat er een zitting is gehouden, toen heb ik gebeld naar de politie. Toen hebben ze werking ervan gemaakt dat ik de volgende zitting moest gaan naar de rechter. Want u had bij de eerste zitting niet uitgenodigd? Nee, ze hadden me niet uitgenodigd. De politie had ons niet uitgenodigd. Oké. Hoe gaat u met het geheel om? Is dit voor u en uw gezin nog afgesloten? Heeft u nog contact met de vader van de dader in deze? Ik heb geen contact met die vader. Ik heb dus twee keren gebeld daarna. Hij is twee keer geweest om een bedrag te brengen. Eentje van 15.000 en een van 10.000. Jaheem, neem een stoel voor mevrouw Geel van die eten. En onze collega Gail is er ook. Welkom, Gail. Hij heeft 15.000 om 10.000 gebracht. Mm-hmm. Een collega van hem, denk ik, of een arbeider of een werknemer, heeft dat bedrag hier voor ons gebracht. Mm-hmm. Hij is zelf niet geweest, die vader. Maar die vader had mij gezegd in de rechtszaal dat hij elke maand die man zou sturen, die arbeider, of zelfs een zoon Louis zou hij sturen. Om geld? Om hier voor me te brengen, ja. U zei ook dat hij in de rechtszaal had beloofd. Hij heeft beloofd dat hij de kinderen gaat ondersteunen. Die financiële ondersteuning? Financiële ondersteuning. Aan die kinderen van Boyle? Aan die kinderen van Boyle. En het gaat om 3 kinderen? 3. Ja, en hij heeft dus nooit, behalve die 2 keren, die 15 en die 10, heeft hij daarnaast niets meer van zich laten horen? Ik heb er nooit meer iets van hem gehoord. Ik heb hem 3 keren daarna gebeld en persoonlijk. Ja. Hij zegt me, ja mevrouw, later op de avond, dan stuur ik. Ga ik iemand sturen. Ik heb gewacht al die 3 keren. Nooit is er iemand gekomen. Is zijn zoon ooit langs geweest om met u te praten? Nee, helemaal niet. Nee. Zou u daar wel voor openstaan om met die zoon te praten? Natuurlijk, ik heb hem vergeven in de rechtszaal. Ik heb met die zoon gesproken. Ik heb hem gezegd in de rechtszaal. Weet je hoe hard het voor mij is? Maar ik vergeef je, Ruiz, wat je gedaan hebt. Want ik weet dat je niet opzettelijk van huis bent gegaan om mijn zoon te vermoorden, weet je, als het ware. Ja. Ik zeg, ik vergeef je hier. Maar jij moet zelf op je knieën gaan en vergiffenis gaan vragen. Dat heb ik in de rechtszaal. Hij zegt, mevrouw, ik ben blij dat u maar niet vergeven. Mm. Ruiz was echt blij dat ik hem had vergeven. Dus waarom zou ik hem als hij hier is? Even wat de lawaai op de achtergrond, ja. De poort gaat open. Oké, okay. En hoe
Hoe gaat de familie daarmee om? Wat is jullie, want nu is het, ja, kijk, als boy nu nog leeft, zou je vandaag 36 jaar zijn geweest. Hoe gaan jullie deze dag herdenken? Want het is de eerste jaardag zonder hem. Toch? Eerste jaardag zonder hem, maar we moeten ons erin berusten. Hij komt niet meer terug. Mm. We gaan hem nooit meer zien. Dus we moeten ons erin berusten. De Heer heeft hem nodig daar bij hem. En hij is nu bezig bij de Heer. Dat vertrouwen hebben we dat hij met de Heer bezig is. Hem kennende. Zal hij handje de voorste zijn daar in de hemel? Ik denk het wel. Ja. Boiler wel. Ja, en nu die meneer het geld niet heeft gegeven zoals hij heeft toegezegd. Zijn er stappen? Wil u iets zeggen? Wat verwacht u? Wat had u verwacht? Ja. Of wat wil u nog eigenlijk van de vader of van de dader? Ik verwacht dat hij toch alsnog over de brug komt. Ja. Zoals mij geëist heeft dat hij die 161.000. Want de buitenwereld denkt dat wij dat geld hebben ontvangen. Dat praatje doet buiten de ronde. Zeg, wij hebben dat geld ontvangen. Maar jullie hebben daar niks van. We hebben dat geld niet ontvangen. Ja. En dan is er nog de situatie met zijn fiets. Ja. Fiets. Openbaar ministerie heeft beloofd dat ze mij gaan contacten. Ze hebben het nooit gedaan. Want je hebt die fiets nooit teruggekregen? Ik heb die fiets niet teruggehad. En u wil het graag terug hebben? Ik wil het terug hebben, ja. Zeker. Want het heeft aardig wat gekost. Het is een elektrische fiets. Mm-hmm. Oké. Okay. Het heeft aardig wat euro's ervoor neergeteld. Maar ook als aandenken toch, denk ook ik? Ook als aandenken, want hij had drie fietsen. Fietsen. En zijn oudste zoon heeft gevraagd naar een van die fietsen. We gaan hem een van die fietsen geven. Want hij wil die fiets hebben. Hij wil pannenkoeken en weet ik veel wat gaan verkopen, zegt hij. Oma, ik ga als, net als mijn vader pannenkoeken en worstjes verkopen. Ja. Ja. En we gaan, u zijn dus nu bijna, want hoe lang is het geleden dat hij is overleden? Of? Het is nu 8 maanden. 8 maanden. Ja, hij en is 31. Was het 29 januari was het. Ja, klopt. Dit jaar nog. Januari. Dit jaar nog. Dus toch helemaal vers. Helemaal vers. En je ziet hem, je denkt elke dag aan hem, want elke dag zet mij iets op Facebook. Ik vanmorgen maak ik mezelf aan. En ik zie mijn nichtjes in Holland hebben een hele foto reportage van hem gezet op Facebook. Mm-hmm. Ja. Je hebt gemist, is er dus gewoon nog steeds. Dat is er. En als u nu zou willen, iets zou willen zeggen aan die vader of aan de dader. U zegt ook, kom je belofte na. Want Boyd, hij zorgde voor zijn kinderen? Mevrouw, als ik eten had, belde ik. Boy had een vaste groenteman en een vaste slager waar hij spullen haalde voor me. Als ik hem belde, zei ik, Boy, ik heb eten vandaag. Ik heb eten. Gaat hij naar die groenteman. Die groenteman heeft gehuild op zijn begrafenis. Die man is geweest, die man heeft gehuild. Boy ging bij die man, nam allerlei groenten en bracht hier voor me. Ik ging samen met hem naar Rossignol van de Rustevredestraat. Boy was vaste klant daar. Daar kocht hij alles voor zijn gezin. Ja. En hij zorgde voor de kinderen. Dus het is een grote. Nou, niet geweldig, maar wat hij kon geven aan die kinderen gaf hij. Mm-hmm. Ja, en dat is wat u ook vraagt. Van... Dat vraag ik ook, dat hij over de brug kwam en wat doet voor die kinderen ook. Alles het schoolspullen kopen per jaar of wat dan ook. Zo is dat. En u heeft geprobeerd, nogmaals zoals u zegt, 3 keer geprobeerd contact te leggen. Ja. Hij heeft ook gesproken met hem. Okay. En hebben de, sorry hoor, en hebben de ouders, de moeders van de kinderen... Van de kinderen ook contact gehad met de dader of met de vader, denk u? Weet u nee, daarvan? Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, ik denk het niet. Ja. Voor u vandaag een dubbele trieste dag. Het gedenken van zijn geboortedag. Mm-hmm. 36 zou die geworden zijn. Ja. En wij hopen dat voor u... U heeft die vrede al in uw hart, zegt u. U heeft vergeven. Ja, dankzij de Heer daarboven. Ja. Mm-hmm. Want anders zouden we het niet kunnen. Je zou het niet kunnen. Hoe gaan jullie hem? Hoe gaan jullie hem gedenken vandaag? Laten we zeggen in gedachten. Want wij, mijn familie hier, die wil dat we dat hoofdstuk
afsluiten. Mm-hmm. Het leven gaat verder. Hij komt niet terug. Ja. Hij gaat niet terugkomen. Dus we sluiten het af. Ik heb het ook gezegd, ik heb mijn dochter ook gezegd. Ik doe dit als laatste voor Boy, want mijn zoon die hield van de media. Mm-hmm. Weet je, hij is in bij Arpi. Mm-hmm. Is de eerste plaats waar hij met zijn fiets. Meneer Pierkan heeft hem gefilmd met zijn fiets en zijn zoontje. Hij is bij de STVS geweest in een programma met zijn fiets. Het hele personeel van STVS was met hem. Oké. Okay. Hij is op de bankstel van Earl. Dus Boy hield van de publiciteit. Mm-hmm. Hij hield van de mensen. Ja. Ja. Ik zeg, dit is het laatste wat ik voor hem kan doen. Want mijn familie dacht, laten we hem laten rusten. Mm-hmm. Hij is gaan slapen, laten we hem laten rusten. Maar ik zeg, nee, dit ga ik voor Boy doen als laatste. En dan sluit ik het hoofdstuk af. Maar dan is het niet echt afgesloten, want dan begint het proces. Het proces blijft inderdaad. En ik mag ook hopen, dat hopen wij echt allemaal, dat we vader, de dader, op zijn minst, want die 161.000 SRD is mm-hmm. voor mij belangrijk om te weten, aan wie is die moeten dan worden uitgekeerd? Aan de kinderen, aan de staat? Die duidelijkheid moet u hebben, ook ten aanzien van de fiets, waar u zegt, ja. U wacht op de fiets van uw zoon. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd, ze gaan u contacten, hebben ze niet gedaan. En ook dat stukje draagt bij aan heling. Ja. Dus we hopen echt oprecht voor u dat u dat stukje kunt afsluiten en in dat proces uw vrede en rust mag vinden. Zoals u zegt, wordt gedragen door de kracht van uw geloof in de Heer Jezus Christus. Jezus. En dat u daardoor verder kunt met het leven. Boy heeft een hele hoop fans gehad en mensen die hem ondersteunden, vrienden. En natuurlijk, iedereen was aangeslagen van het heen gaan van Boy. Wat voor bemoedigende woorden heeft u voor zijn vrienden, voor zijn fans, om deze dag, de 36e geboortejaar, wat zo'n 36e jaardag zou zijn, te gedenken? Boy is iemand die was geweest, die van zijn vrienden hield. En ze altijd heeft gepusht. Ook hier in Flora was hij de gangmaker. Hij was de gangmaker hier. Hij was de leider. Als kleine jongen al zei men, Boy is leider van dat groepje. Als hij met jongens bezig was, zei men al, Boy is de leider van dat groepje. En hij heeft de jongeren ook erop gewezen, jullie moeten werken. Mm. Je moet gaan werken, je moet een baan. Als je werkt, al verkoop je tandenstokers, maar aan het eind van de week heb je geld in je zak. Mm. Dan kan je verder gaan. Mm-hmm. Dat was Boy's motto. Gaan jullie werken. Niet zomaar langs de straat hangen of wat, maar doe wat. Zodat je vooruit kan komen in het leven. En het heeft gewerkt, want ik merk nou weer dat jongeren hebben hun eigen business nou. Die mensen zijn echt aangesproken door Boy's handelen. Komen zijn vrienden nog? Om zijn legacy te laten worden. Oh, mooi. Ja. Komen zijn vrienden nog weer langs? Twee zijn naar Holland. Van zijn beste vrienden, Damaru, die heb ik met Wandelmaars ontmoet. Mm-hmm. Dama. Met Dama heb ik gesproken op de dag van Wandelmaars en zo. De rest zijn in het leger, ja. Vrienden zijn in het leger ook. Want in zijn leven was hij ook politieagent en militair. Dus hij heeft daar zijn kennissen. Oké, wij wensen u heel veel sterkte, met name ook deze dag en natuurlijk de komende periode. En dank u wel dat u dit met ons wilde delen, juist op deze bijzondere dag. Dat was mevrouw. Dank u wel. Ook voor mij is het ook een voldoening dat ik dit voor hem heb kunnen doen. Weet u? En dank u alvast voor uw medewerking. Hoor. Yes. Laten we hopen dat alles rondkomt. Ja, dat hopen wij ook voor u. Dank u wel.